De wet minimumloon is gisteravond met 28 algemene stemmen aangenomen. De fracties van de NPS, VHP, ABOP en PL hebben voor de stemming de vergaderzaal verlaten. Het oppositielid Karel Breeveld van Doe stemde wel voor de wet. Minister Suharto Mustjaja legde voorafgaand aan de aanname van deze wet uit dat het minimumuurloon op 10 juli via een staatsbesluit is aangepast. Het nieuwe minimumuurloon is nu 8,40 SRD. Werk terug tot 1 maart 2019 en we hebben dit bericht op onze Facebook account geplaatst en ook daarbij een arbeidstip geformuleerd. En ik denk dat tot nu toe, gewoon ter indicatie tot nu toe, dat wij voor deze arbeidstip dat wij de hoogste lijst hebben genoteerd in de richting van de 40.000, richting 50.000. Dat is nooit eerder vertoond. Mustjaja haalde verder aan dat ten aanzien van de armoedegrens deze een fractie is van het minimumloon per maand. Op basis van enkele berekeningen is de armoedegrens volgens de bewindsman bijkans 1000 SRD. Hij wijst er echter op dat uitgaande van het minimumuurloon van 8,40 SRD het minimumloon per maand 428 SRD zal zijn. De bewindsman geeft aan hoe dat is berekend. Dat is berekend op basis van 8,5 uur werkdag, 20 dagen en per maand kom je op 170 uren, maal 48, dan kom je op een bedrag van 1428. Niet met de bedoeling om onze mensen, zeg maar, in armoedige situatie te laten zijn. Maar het is wel de bedoeling, deze wet, dat we met een loonraad komen die gaat vaststellen, algemene consensus verwerven, dan tot nu toe. Maar wij vinden, ook al hebben we geen algemene consensus, maar wij dienen transparant en de werkwijze aan te geven waarlangs je tot 48 gekomen bent. Het minimumloon per maand zal dus 1428 SRD zijn. Mustjaja deelde het parlement verder mee dat de wet niet alleen gericht is op de sociale klasse, maar om een goede balans te brengen tussen werkgever en werknemer. De wet minimumloon is met algemene 28 stemmen aangenomen.